You're welcome. Vatman Mensen. Sorry, dat is die eind van deze season. Veranda, oké. Ja. Dames en heren. Oké, dit is de lezen voor de Kreefs en Scorpionnetje en Vismensen. Vis, Kreef en Scorpionnetje, oké. Alrighty. Daar is een issue met een vriend. Vriend, vriendin. Dat komt op in deze week. Sorry. Sommige van jullie komen achter dat je bent zwanger. Oké. Onverwacht. Dat komt op. Sommige van jullie. Daar komt een einde toe een relatie. Echt een abrupt einde. Gewoon een abrupt einde. Gewoon. Dat was het, weet je. Dus. Dat is verdriet. Maar zwaar verdriet. Als jullie zijn in een relatie met ja, zwaar verdriet. Iets mee te maken met reis, vakantie, zwaar verdriet. Ja. Echt zwaar verdriet. Oké, dus die energie aan maandag. Is de Ace van Pentacle. Dinsdag heb je dus aarde energy, aarde. Weet je? Echt aarde. Maandag en dinsdag is zoiets als je wil gaan werken, je wil gaan iets doen. Je gaat echt. Ja. Zoiets als je hebt wat innerlijke. Krachtgekrijker. Woensdag heb je mee te maken met een ramli of boodschappen. Voor sommige van jullie mannen, je komt achter iets over deze vrouw. Sommige van deze mannen recognize dat some sort of uitnodiging dat je het gekrijgen van deze vrouw was niet gebaseerd op echte feiten, weet je. Zoiets als deze vrouw zegt, ja, waarom kom je? Maar je, misschien. Dan ga je en dan recognize je. Je ziet een totale andere karakteristiek dat je had nooit gezien. Oké. Vrijdag, moeilijkheden. De week is voor jullie, is echt van jullie mensen. Het hangt vanaf wat ligt in je birth card, wat ligt in. Jouw, ja, je birth card, maar die de planetaire aspect van de week. Welke planeet ligt in je birth card, heeft een groot invloed op u in deze week. En daar is meer aarde, aarde-energie. Aarde-energie is over. Ja, je bent op beat, oké? Je bent echt op beat. Dan hebben wij de energie van de full in de weekend en de neken van Bochel. En dit is zeer positief, especially voor jullie water-energie, viskreef en scorpion. Dit is echt een positieve weekend dat komt op voor jullie van wekenstarten. Jullie gaan besluiten om een nieuwe start. Jullie gaan besluiten om
gaan lopen of veranderen in je leven te maken zodra jij krijgt deze 9 bochel. Weet je, dit is de geluks voor jullie. Oké, zo is het. Iets gebeurt in de weekend dat gaat je leiden op de juiste richting in je leven. En dit is best wel positief. Hier heb je de energie van de ogenprinsessen. En als je bent in een relatie met een stiermaak of stenboog persoon, je komt achter de waarheid van deze persoon. De waarheid van deze persoon en its moeder. Dus ja, echt. Daar is iets aan de hand dat iets komt op. Waar je intuïtie guide je naar een richting. Omdat dit is de energie van de zon. En de zon laat je zien iets over. Misschien is je kind. Misschien is je bent in een relatie met de vrouw. En de vrouw heeft een zoon. Maar je ziet echt de waarheid van die twee mensen. Oké, is niet echt prettig. Jullie mannen, 50 keer en ouder. Some sort of offer. Dat je hebt gekregen van een ramli of boodschappen persoon. Ja. Ik weet het niet. Is geen. Is niet een positief. Weet je? Watermensen en vuurmensen gaat niet samen. Oké? En dit is het. Heel veel mensen zeggen. Ja, ik ben door zoveel relatie. Ja, omdat je ben op zoek naar iets dat. Dat past niet bij elkaar. Oké? En heel veel van jullie mannen zitten na te denken over: heb ik de juiste beslissing gemaakt met deze persoon? Weet je, het voelt niet goed. Het is zoiets als je doet een jas aan en de jas past niet. Weet je, het is een beetje strak rond de achterkant. Deze relatie past gewoon niet bij jou. Het is een beetje strak, weet je. Het is niks voor jou. Dan zien wij de energie van de 10 van zware. En de 10 van zware, het is een situatie waar heel veel van jullie watermensen lopen weg van deze issue, deze problemen. Het is zo, het zegt, jullie zijn zo emotional. Dat jullie vinden dat, nee, dit is niks voor mij, weet je. En je bent om het nadenken om in een nieuwe richting te gaan. Omdat je merkt dat dit is niet voor jou, oké? En je besluiten, hey, hier, dit voelt niet goed. Misschien moet ik in een nieuwe richting gaan lopen, oké? Nou, met die magie, dit is de energie van de magie. De voel en de magie. De voel en de magie is een beetje raw leap of faith, oké? Dus je sprong in iets. En zo het is nu, je begint om na te denken, oh, ik heb hier in gesprongen, vooruit in gesprongen, maar ja, ja, dus je ziet de energie met de magie is even diep nadenken over een beslissing wat je hebt gemaakt. En nou zie je dat het was geen goede, positieve beslissing, oké? Nou, sommige van jullie gaat nou echt achterkomen dat een stiermaak of stenboog vrouw is zeer highly sensitive, highly intuition. Is, weet je, sommige van jullie doet zo, het zegt, nee, ze lul uit spek, of ja, was 2 keer, ja, het ziet goed, maar nee, nu ga je recognize, fuck, that wife is good, oké? You know, see dat, ja, die vrouw speelt niet, weet je, de vrouw heeft iets wat is de gaaf. De vrouw heeft echt gaaf, weet je. Dus is zo het is. En hier zie je het. Is een stiermaak of stenboog person. En je gaat echt nou recognize. Nee.
De vrouw heeft echt een gaaf. Ze speelt niet. Deze vrouw heeft best wel wat, weet je. Ik weet niet wat het is, maar jullie komen tot een beslissing dat hij. Dat, ja, hier. Deze persoon moet je echt niet spelen hiermee met, oké? Conflicts. Conflicts. Mensen gaan de waarheid nou zien over Alio. Ja. Ja. Oh ja. En ik zie dat deze vrouw zit te bekijken de situatie en denkt, oh. Deze vrouw is zoiets als, ja. Oh mensen, wat denk je nou? Ja. Het is verwacht, hè? Weet je? Het is conflict en ik zie dat sommige van jullie mannen is zoiets so als, ja, hier moet ik een eind aan maken. Oké? Okay? Dus heel veel van jullie mannen, 50 jaar en ouder, is moe van de constante conflicts dat je hebt met iemand of door iemand. Maar je bent zoiets als, nee, hier heb ik geen zin meer in. Oké? Okay? Heel veel van jullie hebben besloten om weg te lopen van de situatie. Recognize, ja, dit is niks voor mij. Ik weet niet wat en hoe zit het, want je hebt al besloten, oké? En het is gewoon, jullie waren mensen echt, zit voor jezelf om even, om te analyseren een issue, een probleem, een persoon of een situatie. En je gaat even achterkomen en even weet je, even goed voor jezelf even na te denken. Wat is dit? Wat ben ik ingelanden? Wat is dit? Oké? Een eind kwam. En sommige van jullie, ik weet het niet, maar je gaat echt zien dat een persoon is echt, die is echt gifted. Oké? Okay? Deze persoon heeft echt gaven. Je staat echt om rust, innerlijke rust. Dat was een huge conflict. Daar komt een huge conflict op woensdag. Met de Leo persoon. Maar ik zie dat je gaat even achteruit stappen, weet je. So it says, nee. Jullie kunnen create je eigen chaos. En dan, maar ja. Ik wil hier niet. Ik wil geen problemen van hier krijgen. Ik ben zoiets als nee. Hou mijn hout dit, ja? Is dat soort of issues. Zoiets als nee, hou me hier uit. Ik hoef hier niet te zijn, weet je? Omdat, whatever the issue en de situatie is, er komt balance naar deze problemen. Het is een grote conflict, het is een grote probleem. Either have you itself gemaakt of iemand creëert deze conflicts, deze problemen en wil gewoon jou echt daarbij houden, weet je. Mensen gaan nou recognize dat de tweelingman sprak de waarheid niet. Of een waterman, weeskool of tweeling sprak de waarheid niet. Deze persoon zit de hele tijd om te liggen en bedriegen. Deze persoon sprak de waarheid niet, oké? Okay? Geen goede nieuws voor deze persoon, omdat deze persoon is so it says the universe is onto deze persoon. En is so it says, weet je, je creëert zoveel problemen, zoveel chaos voor andere mensen. Je moet gewoon rechtdoor je ogen open, je moet echt recognize wat chaos heb jij voor anderen gecreëerd. Weet je? En het is iemand die is aan de vloek, of op de vloek altijd. Oké, deze persoon creëert chaos en dan die wil iemand anders zijn chaos even helpen om bij te werken of dat soort of dingen. En het is zo, het is nee. Is je eigen chaos dat je hebt gecreëerd? Ja, los mezelf op.
Weet je, omdat, dames en heren, je wordt echt tegenwoordig, dat is wanneer jullie recognize, ja, weet je, mensen creëren zijn eigen chaos en verbruiken anderen om je shit op te ruimen. Nee, als je creëert je eigen shit, ruim het echt op. Weet je, en deze zijn de mensen die zitten te praten en te lullen over andere mensen. En kijk jezelf niet en zie hoeveel shit heb je gecreëerd in iemand anders leven. Weet je, neem verantwoordelijkheid. Oké? Het is non-verantwoordelijkheid. Deze week is een week dat mensen moeten verantwoordelijkheid even opgenomen en even bekijken voor zichzelf. Om te zien wat voor chaos brengen ze in andere mensen leven. En jullie Waterman mensen gaat zo. Je gaat het even vertellen. Je gaat het even laten zien. Omdat ik zie dat je bent in je zinmode. So it says, weet je wat? Ik zit echt om hier om te pressen, te pessen, te pessen. Maar ja, nou ga ik het aan jou even vertellen. Dat ja, de chaos of de problemen of de issues. Dat je hebt, jij hebt het zelf gecreëerd in je leven. En dat is het, dames en heren. Als je bent niet eerlijk naar jezelf, je kan niet eerlijk naar een andere persoon. Dus, ja. Ja. Dus, jullie mannen, misschien mannen 50 jaar en ouder. Heel veel zorgen, zorgen over werk, heel veel zorgen. Oké, en deze issue en situatie met deze vrouw, omdat er is een vrouw, dat is een rammelige boodschap, een vrouw, dat ze denkt, I've got what I wanted. En jullie waterman is zo, so it says, no? Alsjeblieft, neem maar. Weet je? En dat is het, dames en heren. Heel veel mensen zijn in verdriet, verdreten. En iemand denkt, ja, ik ben altijd, ik wil always deze persoon. Ik wil always omgaan met deze persoon. En je denkt. Oké, alright, liefheb. Alsjeblieft, neem maar. Omdat. Jullie waterman is zo, het says, ja. Je weet echt niet wat jij hebt te weten. Zo, het says, ja. Iedereen wil deze dingen, deze situatie. Maar daar komt problemen met alles. Je moet wijzigen hoe je gaat omgaan met deze persoon. Omdat, ja. Dus ik zie dat de waterman persoon denkt, ho, 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 ho. Waarom denk je dat de vorige, waarom denk je dat hij is op zoek? Als hij of zij is in een relatie, waarom klinkt hij op zoek naar iets anders? Omdat hij kan echt niet dat persoon manipuleren. En dat persoon is gewoon zo, het zegt, ja, hier heb ik geen zin in, weet je. Dus het is een grote kind in een kleine lichaam. Of however the issue en de situatie is, is gewoon dat iemand denkt, ja, alsjeblieft, ik ben klaar met deze toy en je mag het hebben. Dus, dames en heren. Maar is een week voor jullie watermensen, ja, jullie watermensen, omdat jullie, je bent kreef. Viskreef en scorpion. Je gaat even recognize dat, ja, wat is het? Dat iedereen wil deze dingen, maar het is omruil, weet je? Je rol is altijd, je gaat even terug naar iets of geen nieuwe uitdaging. En weet je waarom? Dames en heren, weet je, als je moet omruil, weet je. Iedere keer, je hebt je speelgoed, je zet het terug en dan ga je nakken en dan hou je het vast en dan ga je nakken en dan laat het los en dan zit je te zweven. Geen wassen kan je helpen.
Oh my god, ik weet het niet, dames en heren, maar het is een week waar heel veel van jullie mensen gaat even denken, ja, ik bedoel, ja, iemand rond, mannen of vrouwen rond altijd van hij of zij problemen. Oké, deze persoon kan echt niet omgaan met issues wat hij of zij heeft gecreëerd voor zichzelf. Ze kan hier niet omgaan. Dus is altijd runnen, of is altijd vervangen, of is altijd verbruik om de mensen om even een situatie op te lossen. En dit is waar je ziet hier, daar komt een major verandering. Omdat jullie mensen gaan zeggen tegen de persoon of de groep of deze mensen is dat ja, jammer genoeg, want ja, jullie zitten altijd, jullie wachten altijd op iemand anders een oplossing voor jullie te gaan zoeken. Of het is zoiets dat je lost een issue niet op met bij punt A en je run to punt B en dan punt A is niet opgelost en dan B en dan daarna run je van B naar C, dus je hebt creëer gewoon chaos bij mensen of chaos voor jezelf. Dus ja, er is heel veel zorgen. En het is niet zo, het is de zorgen is bij jullie mensen. Het is meer van buitenaf. Is iemand van buitenaf, weet je, is altijd some sort of a zorger. Voor deze persoon. Iemand van buitenaf. Ja. Maar daar is. Ja. Geen succes. Is, sommige van jullie willen vooruit gaan in iets. Sommige van jullie had gehoopt. Voor een situatie op te lossen. Maar ja, deze situatie, het is zo, er is zoveel. Venus in Waterman. Venus in Waterman is hier. En daar kan issues surround in, ja, yeah, legalities. Legalities betekent de overheid, ja, yeah, noem het. Maar er is some sort of a problema. Maar er is geen geluk hierin. Nee, er is zoveel zorgen, zoveel informatie. Dat komt boven water. Nee, geen goede nieuws. En het is zo, het says, je had gehoopt voor iemand. Dat je zit om te helpen of zo. Maar geen goede nieuws komt hier binnen. Ik zie geen issues met geld, dat moet ik best wel zeggen. De verdriet wat jullie is doorgegaan, je zet het op een eind. Weet je, je bent zo, het zegt, ja, prima. Weet je, dat stopt me niet van vooruit te gaan in het leven. Ik kies voor mezelf. Heel veel van jullie gaat kiezen voor jezelf. En denk, ja, ik kies voor mezelf. Oké. Okay. Dus ik denk dat dit is een week waar jullie Waterman mensen gaat echt leren dat het is best dat je kiest voor jezelf, oké? Omdat niemand anders gaat je echt helpen om, weet je, het is zo, het zegt, ja, ik moet voor mezelf kiezen, anders kom ik hier niet uit. Whatever the problem, the issue. So it says, nee, ik kies voor mezelf. Niemand anders kan me helpen. Niemand anders kan me helpen. Oké. Okay. En je gaat voor jezelf kiezen. En dames en heren, dat moet iedereen leren. Oké. Okay. En het is best wel moeilijk. Dat je komt tot het punt dat je recognize dat, ja, is either ik kies voor mezelf of ik laat mensen over mij lopen. En dat is, in deze week ga je vanzelf op te komen dat is wat je gaat echt doen. Nou, ik wens jullie een fijne week. Namaste.